Factory Facts. Het is donderdag 14 mei. Welkom bij een nieuwe editie van de Factory Facts. Vandaag viert Patrick Bruel zijn 39e verjaardag en ook Natalie van Ons is jarig en zij wordt 25. We vexen over de Insane Clownposse, Eurythmics en Woodstock. We beginnen met Solent Harmony, want er is een nieuwe single van de groep verschijnen. Niet helemaal nieuw, want het gaat om een opname van 2 jaar geleden. De huidige platenmaatschappij van de meidengroep is hier erg boos over, omdat men verwacht dat er verwarring zou ontstaan bij de fans. Het gaat om het nummer Got to Have You en het stamt uit de tijd dat Solent Harmony nog uit 3 leden bestond en bij een andere platenmaatschappij zat. Mary Emma is op deze single niet te horen. Op 15 juni zal de echte opvolger van I Want You to Want Me in de winkels liggen en het gaat om het nummer I Wanna Love You en is afkomstig van het album Solent Harmony. Ooit gehoord van de Insane Clownposse? Nou, in Amerika is het inmiddels een van de meest controversiële acts van dit moment. Gisteravond traden ze voor het eerst op in Nederland. 2 rappers hadden ook nog eventjes tijd om iets te vertellen over zichzelf. This is Violent J of the Insane Clown Posse. And this is Shaggy 2 Dope. And what y'all know about ICP? You don't know shit. Cause ICP is in Holland what you know? For life, alright? I live in this motherfucker now. I live on the corner of Amster and Dam. That's where I live. Tell them about what we doing in Holland right now, Shags. Wrecking shows, man. What? This show, Matt Moore show's coming up. Come out and check them out and get your skull crushed. You think we're fake? You think we're phony? You think I'm a plastic robot? You think we give a fuck? Tijdens de show van Violent J en Shaggy 2 Dope waren alle ingrediënten aanwezig. Hip-hop, geschminkte fans en 600 liter Figo cola, waar de 2 rappers zeker raad mee weten. Insane Clownposse staat op 29 mei op het Dynamo Open Air Festival en uiteraard is TMF daar ook aanwezig. Er komt waarschijnlijk een reunie van Eurythmics. De Engelse band scoorde in de jaren 80 grote hits met nummers als Sweet Dreams en There Must Be an Angel. In 89 kozen Dave Stewart en Annie Lennox voor een solo carrière, omdat ze op elkaar waren uitgekeken. En toen ze onlangs samen op het podium stonden, bleek echter dat de magie nog niet was verdwenen. Volgens een insider zijn de 2 nu weer samen om nieuw materiaal te schrijven voor een heel nieuw album. Of de 2 ook gaan toeren is nog onbekend. Sluit de facts af met het bericht dat er weer een Woodstock Festival gehouden wordt. Dit keer niet in Amerika, maar in Wenen. Het is in 1999, 30 jaar geleden, dat het legendarische festival gehouden werd. In 1969 traden onder andere Jimi Hendrix, Dennis Joplin en Joe Cocker op. In 1994 vond er ook al een herhaling van het festival plaats. Toen werd het 25-jarig jubileum gevierd. Nou, welke acts er in 1999 zullen optreden, wordt in september bekendgemaakt. Dit waren ze weer, de Factory Facts van donderdag 14 mei. Wil je ze nalezen, dan kan op Team FTX pagina 200 op onze cybersite. Graag tot later. Factory Facts.